England. Maar de Nederlandse kinderen laten zich natuurlijk niet zomaar verslaan. Ja, om aan zo'n wedstrijd mee te doen is het, ja, dan moet je best veel kunnen. Heel veel trainen. Ik train 6 keer in de week. 13,5 uur dan in totaal. Al werkten ze nog zo hard, winnen was bij dit soort wedstrijden soms heel lastig voor ze. Vroeger sprongen alle kinderen tegen elkaar, de kleintjes tegen deze hele grote. Super oneerlijk natuurlijk, want de jongste kinderen hebben veel minder geoefend. Ja, dat was lastig, want omdat hun ouder zijn en hun zitten er langer op. En daarom zijn de leeftijdscategorieën, die eerst hier was van 0 tot 17 eigenlijk, zijn nu gesplitst, omdat het dan eerlijker wordt, want een kind van 11 springt normaal gesproken lager dan een kind van 16. Gewoon op mijn niveau, dus wat ik ook een beetje kan. Dus ja, dat is ook wel fijn. En nu hoef ik gewoon tegen mijn eigen leeftijd, dus dan is het ook gewoon makkelijker en ook wat eerlijker. Thalissa, hoe ging het? Heel erg goed. Was je zenuwachtig? Ja, maar die zenuwen hebben me wel geholpen, want het ging heel erg goed. Maar ja, die strenge jury, die is er wel nog steeds. En dus blijft het moeilijk om de finale te halen. Jesper haalt hem net niet en Thalissa? Ja, ik moet door naar de finale.